Zou niet zeggen, nou, dus ik heb nog een andere prachtige link. En daar zijn echt copyrights op, want daar ben ik echt heel trots op. Dat is voor het lachen, hè. Die zal waarschijnlijk de eerste keer falen, omdat dat die zit op verder online. Ik denk dat ik de enige ben in de wereld dat dat gebruikt. Dus iedere keer als ik dat moet laden, dan moet dat uit de diepste kelders komen van de GFS-server. Of van de verder online-server. Dus dat gaat hier een tijdje duren. Ik zal een tijd vol lullen met iets anders. Dit is error. Dat is normaal. Nou, nog eens. Nou, ondertussen niet anders doen. Windy. Windy is een fantastische tool, maar ik ben al 37 jaar en dus licht conservatief, nietwaar. Windy is begonnen als Windity, voor de mensen die het nog kennen. Ze hebben dat dan toch maar veranderd naar iets dat wel te onthouden was. Windy. En ik weet niet wie dat erachter zit, wie dat bouwt, maar er zit enorm veel functionaliteit in en er wordt ook enorm veel functionaliteit aan toegevoegd. En een van de dingen waar die wel sterk in zijn, is visualisaties. Die hebben hele mooie visualisaties. Je ziet dat die uit een andere eeuw zijn dan die van Weather Online. Maar opnieuw, ik benadruk, laten we niet verwarren, die tonen gewoon data van een weermodel. Die hebben zelf niks uitgevonden. Hè. En je ziet dat zij standaard graag het ECM5-model gebruiken. Dus ik weet niet meer wat dat vroeg. Het is een Europees model. Dus standaard, Windy ondersteunt ons Europees weermodel. Omdat die in een euro brengt. Maar dan kun je hier ook gewoon GFS aanklikken. En dan kijk je terug naar de GFS. Wat dat in dit geval exact hetzelfde zal zijn. Dat is niet wat ik wou tonen. Ik heb iets nieuw ontdekt op Windy. Ik ben al vergeten omdat ik het ontdekt heb. Maar ik ben er heel blij mee. Het is een beetje een gamechanger, toch? Soundings. Stel, we gaan vliegen in La Roche. Boom. Dit hier is een sounding. Dan moet ik daar nu ook nog een stuk cursus sounding in de presentatie steken. Soundings zijn heel ingewikkeld. Ik studeer die al jaren en dat eigenlijk zijn niet moeilijk, want er staan maar 4 lijnen op of 6 lijnen, het doet er al niet toe. Maar toch is het echt niet eenvoudig om het ten volle te begrijpen. Als je echt ieder detail ervan wilt begrijpen, dus ik heb dat jaren en een stuk ieder jaar opnieuw mezelf ertoe gezet om te begrijpen wat er stond, om het te kunnen begrijpen. Maar eigenlijk moet er echt geen hol van kennen om het de sounding af te lezen of het goed of slecht vlieger gaat worden. Er zijn veel verschillende plaatsen om soundings te zien. Meteo Parapont heeft ook soundings. Maar het voordeel is dat je hier soundings krijgt op basis van het GFS-model en dat geeft u voorspellende kracht tot 7 dagen in de toekomst. En dat is nieuw, want de Meteo Parapont gaat maar 1 of 2 dagen in de toekomst. En dat is leuk om s'avonds te kijken wat de volgende dag gaat zijn, maar dat is niet leuk om te weten dat je verlof moet pakken volgend weekend of dat je uw zondag moet vrijmaken. Dat is een groot voordeel. Je kunt ook de waagschap vastpakken en dan gewoon in de tijd slepen. En dan zie je wat dat je luchtmassa doet in de tijd. Nu, ik weet niet in welke mate dat iedereen al dan niet gekend is met soundings en met emmagrammen. Ik kan dat hier niet uitleggen. Dat is veel te lang. Dat duurt veel te lang. Dan Rick heeft vorige maand tijdens zijn meteoavond van alles over verteld. Hij heeft dat heel goed uitgelegd. En ik plan in de komende 2 à 3 weken in stukjes zijn video te releasen voordat deze komt. Dus als mensen zoiets hebben van wat is sounding, wel wacht tot die video's en dan komt het terug naar deze video. Ja, voilà. Dus die blauwe lijn, het is op zich echt niet ingewikkeld. Die blauwe lijn is de vochtigheid en die rode lijn is de temperatuur. En die staan uitzet tegen de hoogte. De hoogte staat hier op links in meters. En dus geeft u daar alle informatie die je nodig hebt over de structuur van de luchtmassa en specifiek over de instabiliteit of de stabiliteit van de luchtmassa en de vraag of dat je goede of slechte thermieken gaat hebben en ook de vraag of dat gaat, of dat er spread-out gaat komen. En wat dat die plugin van Windy zo fantastisch maakt, is dat je niet meer moet nadenken. Windy heeft namelijk alle controlelijnen erbij getekend die dat je graag zou willen kunnen zien om uw analyse te doen van de emmagram. Dus als je hier gaat staan, dan tekenen ze zelfs bij wat dat wat is. Dus je ziet, het is heel klein. Ik zal het u voorlezen. Er staat een blauwe 8 aan grondniveau. Dat wil zeggen, dauwpunt 8 graden. En er staat hier een groen of een rode, dat kan ik niet lezen. 14 bij de temperatuur. Hier, 15 zelfs aan de grond. En dat gaat over de temperatuur aan de grond in het zonnetje. En dan, die groene lijn, die geeft aan wat dat een luchtbelletje gaat doen, een thermiekbel die opstijgt. Wat doet een thermiekbel die opstijgt? Die koelt af.
Je ziet die temperatuur dalen, 13, 12, 11, 10, 9, 8, en die blijft maar stijgen. En hoe lang blijft die stijgen? Nou, die blijft stijgen totdat die even warm is als de omgevingstemperatuur. En wanneer is dat? Die is even warm als de omgevingstemperatuur als die rode lijn tegenkomt. Dat is wat die aangeeft. En je ziet hier dat in de loop van de dag, in het begin, dat rood hier, dat is een inversielaag. Als de temperatuurcurve naar rechts afbuigt, een inversielaag, en dan zie je dat die veel sneller de groene curve onderschept, en zo een deksel ligt op de dag. Maar naarmate het warmer wordt, schuift dat groen lijntje verder naar rechts op, en nog verder naar rechts, 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 tot op dit moment. Ik ga toch heel even kort door de cursus werken. Op dit moment, hier, het dauwpunt vertrekt op 8 graden. Dat wil zeggen, dat geeft de vochtigheid weer van die luchtbel op het moment dat die aan de grond vertrekt. Maar de absolute hoeveelheid vochtigheid in die thermiekbel, die verandert niet. Hè? Die blijft exact dezelfde. Hè? En dus die volgt de mixing ratio. Doet er niet toe. Just forget it. Dat volgt dat lijntje hier omhoog, van in dat touwpunt. En op een bepaald moment komt dat stippellijntje hier die groene curve tegen. Op het moment dat dat stippellijntje, dat vertrekt dat het touwpunt, de groene curve tegenkomt, dat stippellijntje legt het verband tussen de vochtigheid van de lucht en de temperatuur van de lucht. En het kruispunt van die twee geeft het condensatiepunt aan van de thermiekbel die op de grond vertrokken is. En dus geeft die weer waar de cloudbase zich vormt. Je moet dat allemaal niet weten, want Windy tekent het er gewoon bij voor u en schrijft erbij op welke hoogte dat is. Dus het kan echt niet makkelijker worden. Maar wat je hier ziet gebeuren is, donderdag namiddag, zie je wat er nu gebeurt? De cloudbase is 1300 meter en die blijft 1300 meter. Dat hangt namelijk gewoon af van de temperatuur en de vochtigheid aan de grond. Van deze puntje en deze puntje. En dat zal altijd hier geven. Maar wat er gebeurt is dat de wolkenvorming gaat verticaal enorm toenemen. En waarom is dat? Dat is omdat er te veel vocht is in de lucht. Eén, stimuleert grote wolkontwikkeling. En je ziet dat er hier eigenlijk geen inversielaag is. Die inversielaag is weg. Die is gebroken. En als er geen inversielaag is, dan kan die wolkontwikkeling oneindig doorgaan. En waarom kan die wolkenontwikkeling oneindig doorgaan? Omdat er een koufront binnenkomt natuurlijk. Een koufront geeft aanleiding tot regen en overontwikkeling. En als je nu naar die rode curve kijkt, ik heb natuurlijk voorspellende gaven, omdat ik daar straks al gekeken heb, dan zult u zien dat die rode curve zich langzaam maar zeker naar links gaat begeven door de grafiek. En wat geeft dat aan? Nou, dat geeft aan dat de temperatuur van de lucht afkoelt. Maar je ziet, wat er eigenlijk gebeurt, is dat die temperatuur hier, die daalt niet zo belachelijk hard. We zitten hier op 2000 meter, en dat is min 1. Min 1 op 2000 meter, dat is niet zoveel. Het is vooral hieronder dat er heel sterke temperatuurafdaling is. En je zit hier eigenlijk met een dikke inversielaag tot 1600 meter. Want de temperatuurcurve ligt hier op rechts. Natuurlijk niet super interessant. Maar je zult zien dat op zaterdag, onder die inversielaag, door de toenemende temperatuur tot 10 graden, toch genoeg verschil komt om een bescheiden cloudbase op te bouwen tot 1300 meter. Waarboven een inversielaag zit. En dat is eigenlijk heel goed. Want een goede dag heb je graag een schoon plafond met daarboven een inversielaag om te vermijden dat die wolken te groot worden. Die inversielaag zal ervoor zorgen dat die verticale ontwikkeling van de wolken niet te groot is. Dus wat zoeken we naar op een topdag? Je zoekt een stuk hemagram dat naar links ligt, zodanig dat je schoon thermiekontwikkeling krijgt, en dan een inversielaag om te vermijden dat die wolken te groot worden. En grote wolken, daar hebben we niks aan. Die zuigen ons op, maar die zuigen ook gewoon alle andere bellen op. En die katapulteren heel veel zonne-energie in verticale wolkontwikkeling, waar dat jij helemaal niks aan hebt. De zon geeft elke dag evenveel energie op de grond. Hè? En als die wolken van 1000 meter tot 8000 meter doorgaan, dan kruipt er enorm veel energie in het opbouwen van die verticale wolken. Energie die niet meer beschikbaar is om voor u ergens anders een thermiekbel los te laten. Hè? Als daar een goede inversielaag bovenop ligt, dan stopt die energetische ontwikkeling aan die inversielaag. Die lucht die botst terug naar beneden, die valt terug naar beneden en die downdraft kan op andere plaatsen nieuwe thermiekbellen loswerken, gewoon door het feit dat die van hun plaats geduwd worden, van die koude lucht die terug naar beneden komt. Waar zoeken we naar in de vochtigheidscurve? De vochtigheidscurve zoekt eigenlijk naar iets dat dicht genoeg tegen de temperatuurcurve ligt, maar iets dat boven het plafond onmiddellijk sterk verdroogt. En waarom is dat? De afstand die je ziet hier min 5, min 6. Aan base is er nog 4 graden verschil. Liever eigenlijk hier. Hier is eigenlijk base. 7 graden verschil tussen het dauwpunt
en de temperatuur van de lucht. Dat zal ervoor zorgen dat we een blauwe dag hebben. Want de dauwpunt blijft 7 graden verwijderd van de temperatuur van de lucht aan cloudbase. En dus zal er geen cloudbase gevormd worden, want de lucht zal niet condenseren. Dat is niet goed. Wat beter zou zijn, is dat die blauwe lijn hier aantikt. Zodanig dat, aan het hoogtepunt van de thermiek ook een wolk ontwikkelt. Of liefst nog iets daaronder. Maar een keer dat je boven cloudbase gaat, moet de vochtigheid snel afnemen. Als de vochtigheid boven cloudbase in de buurt blijft van de temperatuurscurve, dan zul je spread-out krijgen. Omdat de lucht stijgt, vormt de wolk, komt aan het plafond, spreidt uit, maar uw lucht is over grotere hoogte exact dezelfde temperatuur als het dauwpunt. En dat zal ertoe leiden dat je hele grote platte wolken krijgt. En die grote platte wolk is steeds groter en nog steeds plat totdat er geen zon meer op de grond schijnt. Daar heb je niks aan. En dus eigenlijk wat je zoekt is gewoon een grafiek die dat zo doet. Een eindje naar links en dan naar rechts. En als je aan de andere kant moet een eindje naar rechts gaan en dan naar links. En dan moet eigenlijk gewoon een zandloper vormen. Moet ik dat hier tonen. Zo. En als je dat zandloperfiguurje hebt, samen en terug uit elkaar, prima. En dat doet er niet toe of het dan nu 12, 13, 14 of 1500 meter is die cloudbase. Dat maakt geen enkel verschil. Dus je kunt die hemagramma hier zien. Zondag nog een blauwe dag. Heel veel ruimte tussen... Nog blauwer op maandag. We kunnen wel eens kijken of dat we niet kunnen... Vrijdag. Topmeteo dacht dat we vrijdagmiddag om 2 uur... Ja, dus je ziet ook, we zitten vrijdagmiddag 2 uur. Herinnert u nog, dat front ging hier passeren. En vrijdag namiddag gingen we na het front mogelijk goede vliegomstandigheden krijgen. En Topmeteo had voorspeld dat we na het koufront cumulussen zouden krijgen. En als we nu gaan kijken naar de sounding van vrijdag na het koufront, dan zie je dat het ziet er perfect uit. Hè? We hebben hier de temperatuurscurve, die loopt goed terug. Het wordt warmer dan onze temperatuurscurve. Ervoor zorgt dat er een base kan gevormd worden op 1400 meter. En onze vochtigheidscurve, die gaat hier in de buurt, dus nu iets te hoog, maar ze komt toch in de buurt veel dichter dan daar straks. Zie je op een graad of 2 graden verschil maar van je temperatuurcurve, waardoor dat er effectief cumulussen zullen kunnen gevormd worden. En daarna neemt die vochtigheid snel af om te vermijden dat we spread-out krijgen. En hier... Aan de hoogte van aan de top van de wolken, zeg maar, zit er een gezonde marge van 8 graden tussen het dauwpunt en de temperatuurscurve, waardoor die wolken niet zullen spread out. Het is nog beter. Deze kan nog wat schuiner en deze kan ook nog wat schuiner en dat kan nog wat verder naar daar open en dat kan hier nog wat verder naar daar open. Maar in principe is deze wel gezocht. Een gezonde spreiding aan de grond, samenkomend rond base en dan opnieuw uit elkaar. De temperatuur en de vochtigheidscurve. Want wat je dan krijgt is een instabiele lucht, die dan net genoeg vochtigheid bevat om rond cloudbase een schoon cumulusvlokje te vormen en dat daarboven terug uitdroogt zodat je geen overontwikkeling krijgt en dat je geen spread-out krijgt. Prima. Die wolk moet niet groot zijn. Hè? Dat wolkje dat daar hangt, dat moet je gewoon tonen. Eerst thermiek. Dan moet dat nu een grote wolk is of een kleine wolk. Dat doet er eigenlijk niks toe. Hoe kleiner, hoe beter, want dan kan er meer zon schijnen. Hemagram. Ik zal toch nog een klein woord aan Meteo Parapont wijden. Meteo Parapont is de tweede site waar ik voor betaal. Dat is een andere grote orde, dat kost 30 euro per jaar of zo, dus dat kun je zelf betalen. Wat speciaal is dan met je parapont, is dat die een fundamenteel ander weermodel gebruikt. Dat is gebaseerd op RASP. En dat is eigenlijk zo'n universitair baksel van een WACO-professor en bij de doctoraatstudenten en zo. En die hebben een aantal algoritmes in elkaar geboxt. En dat houdt veel meer rekening met lokale topologieën en zo. En allemaal. Er zijn ook een heel aantal romantische verhalen de ronden over. Hè. Dat gaat ook heel veel over geloof en religie en eerder en over wetenschap. Maar die hebben ook wel een aantal heel interessante visualisaties. En het is tenminste een fundamenteel andere methode van de andere weermodellen om iets te berekenen. Dus daarom vind ik dat altijd wel boeiend. Die hebben ook goede hemagrammen, maar je ziet al dat die anders in elkaar steken. En je kunt niet alles... weten, maar we kunnen hier ook eens gaan kijken. Zaterdag 3 uur, voilà. Dus
hier is met je parapant, hier zie je ook opnieuw, hier passeert het koufront, hè. Hier is het nog slecht weer, hier is het goed weer. Dat groen is de hoogte van Cloudbase. Dus hier tussen de 1200 en de 1500 meter parkeert met je parapant de Cloudbase. En dat geel is in principe de vlieghoogte, dus hoe hoog de Cloudbase ligt. Hè. Dus 11, 12, 13, nee, 12, 12, 14, 16, 18, 1300 meter of zo zeker. En dat rood en dat groen zijn in principe de zones waarin ze denken dat minder of beter of minder goed gaat stijgen, et cetera, et cetera. Ik heb ook nooit echt supergoede handleiding gelezen. Maar je ziet dat je op die manier ook een beetje de evolutie van een dag kunt inschatten. Hè. En als je dan zaterdag, poep. Dus deze is eigenlijk een licht andere voorstelling van de evolutie van een dag. Ja, het gaat er verder op. Dus in het begin ligt er nog redelijk dicht tegen, dus misschien dat we eerst morgens nog wel wolkje krijgen, omdat de vochtigheid toch nog redelijk dicht tegen de temperatuur aankomt. Maar het plafond is dan nog heel laag, hè. Je ziet dus het in blauw, het plafond is nog in 1000 meter. En dan, naarmate de dag vordert, zodat dat plafond dan eindelijk toch naar 1000 meter gaat, maar je ziet dat er hier dan een beetje meer spreiding komt tussen de twee curves, dus dan zal waarschijnlijk de dag uitdrogen. En als we dan heel veel chance hebben, dan kunnen we de zaterdag 1000 meter halen. Maar je ziet, zaterdag zal zeker niet de mega topdag zijn waarvan je hoopt. Maar je kijkt, nu zijn we woensdag zeker, we kunnen nu juist zaterdag bekijken. Maar je moet nog tot morgen wachten voordat je überhaupt kunt zien wat er zondag gaat gebeuren. En dat is al beter dan vroeger, want dat was maar 1 of 2 dagen van tevoren. Dat is één Fransman dat met je parapant recht houdt. En hier kunnen nog een heel aantal andere dingen bekijken. Dus updrafts, dat is allemaal een moeilijke naam gekregen. Dus boundary layer ceiling, dat gaat dan over hoe hoog dat je denkt dat je kunt geraken. Clouds kunnen, dat is natuurlijk ook niet onhandig. Je kunt dan kijken door hier te sliden op elke hoogte naar de wolken. En zo heeft iedere site wel een beetje zijn andere dingen. En hier, dat is opnieuw natuurlijk dat koufront dat je ziet passeren. Hè. Dat zijn die wolkenmassa's van dat koufront. En na dat koufront hier, dat is grijs. Dus zeg ik, goed, dat is niks. Dat wil zeggen geen wolken. Maar het is belangrijk dat je met die tools zelf vertrouwd maakt als je daarmee verder wilt. Voilà. Ja, ik wou deze nog tonen. Dat is een grafiekje van... toen de koude golf in het land was. Ik heb dat slecht gekopieerd, want een datum staat er niet bij. Je kunt zelfs niet zien wat dat is. Maar dat is een temperatuursindicatie. Ik vond temperatuur aan de grond, denk ik eigenlijk. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar je ziet hier dat er eigenlijk een onwaarschijnlijk koude luchtmassa ligt in Noord-Europa. Die komt rechtstreeks uit Siberië, hè. Allee, uit West-Rusland. En die reikt tot aan de Alpen. En ten zuiden van de Alpen zitten we met een veel warmere luchtmassa. Nu... warme lucht is altijd veel zwaarder dan koude lucht. Koude lucht is veel zwaarder dan warme lucht, sorry. En heeft dus ook een veel grotere gewicht, soortelijk gewicht. En dus ook een veel grotere luchtdruk in koude lucht dan in warme lucht. Wat je hier gaat krijgen, is een heel groot drukverschil over de Alpen. En het haalt ons een klein beetje verder weg van het thema van ons dingen. Maar als je een groot drukverschil over de Alpen krijgt, dan krijgen we föhn. Ik had er eigenlijk niet aan gedacht van in de presentatie te steken, maar ik zeg het gewoon toen ik deze dacht, amai, dat moet nog wel vonken geven. En de föhn kunnen gewoon kijken, dus föhnchart voorspelling, als je googelt op föhnchart, dan kom je bij Meteo Centrale, maar forecast föhnchart in Google is your friend. En dan zie je dat er hier vanaf 4 hectopascal is er eigenlijk föhn en is het niet meer veilig om te vliegen. Dat wordt aangegeven door die stippe lijntjes. Je ziet dat die wel op een nacht maar liefst min 15 hectopascal drukverschil stond over de Alpen. Dan, ik heb het niet opgezocht, maar het is waarschijnlijk zo'n 150 km per uur wind of zo over de toppen en de dalen in de hoge Alpen. Ik had het maar gewoon opgeschreven omdat ik wel eens naar de Alpen ben gereden om daar vast te stellen, toen was ik wel nog jonger, dat er föhn was en dat er helemaal niet kon gevlogen worden. Want ik had alleen maar naar de temperatuurkaartjes gekeken, hoge, lage temperatuur, geen wind, ziet er allemaal goed uit. Je kunt naar de windvoorspelling kijken, föhn zie je niet op de windkaart, dat komt daartoe, is gewoon 50 per uur wind. Kijk, we hebben iets gemist. Dus voordat je naar de Alpen rijdt, zeker naar Oostenrijk, in Frankrijk is dat niet zo'n thema, want de Franse Alpen liggen noord-zuid en föhn... Dus vooral voort over de oost-west gelegen as van de Alpen in Zwitserland, Oostenrijk. Omdat er heel vaak een drukverschil is tussen de luchtmassa's in Duitsland die van het noorden komen en de luchtmassa's in de Noord-Italiaanse poolvlakte die veel vaker vanuit het zuiden komen en een groot drukverschil kunnen opbouwen.
Maar let daarop, als je naar de Alpen rijdt, maak je dat eigen föhn. Je moet dat echt altijd nakijken voordat je gaat. En als je naar Frankrijk gaat, dan moet je nakijken of het een mistraal waait. En dat is eigenlijk zo belangrijk dat ik dat toch even zal tonen. Föhn forecast. Moeilijk, hè? Het gewoon intikken en dan zie je. Dus de komende dagen ziet er goed uit. Zaterdag garantieval, maar gaat zeker vliegbaar zijn. En in Frankrijk is het eigenlijk Mistral forecast. Deze is altijd moeilijk te vinden, dus niet te vinden. Dan moet ik even parapente, meteo, Mistral diagram. Jupla, boom. Voilà. Wat is de Mistral? De Mistral waait in de Rhônevallei vanuit het noorden naar het zuiden. En doet zich voor als het drukverschil meer bedraagt tussen Ambérieu en Toulon, meer dan 5 hectopascal, dat moet allemaal niet weten, want dat toont ze voor u in dat grafiekje. Je moet gewoon opletten, als dat blauw dingetje onder die stippenlijn gaat, dan mogen ze niet meer gaan vliegen in het, de föhngevoelige gebieden. Wat zijn de föhngevoelige gebieden? Wel, alles in die... Laranje bijvoorbeeld komt dan in de vuurlinie te liggen van de Mistral. Dus dat zijn twee, föhn en Mistral. Föhn in de Alpen, Mistral in de Franse Alpen. Die je zeker in de gaten moet houden als je wilt gaan vliegen in de bergen. Dat zijn omdat dat levensgevaarlijke meteofenomenen zijn. Daar wil ik toch nog even iets over zeggen. Je kunt die gewoon terugvinden als je ze googelt. Of ik zal achteraf de links wel eens op een rijtje zetten. Super makkelijk te interpreteren. Gewoon, er staat als stippellijn op de grafiek. In de blauwe lijn moet daar binnen blijven. Makkelijker wordt het niet. Wind op hoogte hebben we besproken. Temperatuurprofiel, windgolven hebben we besproken. Ingestuurde vragen. Hoe de hoogte van Cloudbase voorspellen? Dus de hoogte van Cloudbase voorspellen doe je door een grondige analyse te doen van de MHM. Of gelaat je doen door de plugin in Windy. Of gekoppeld doen op het moment op TopMeteo. Dat zijn eenvoudige dingen. Er zijn een aantal dingen dat daar wel invloed op hebben. Dus de ground level, de Cloudbase zal altijd, dus eigenlijk is Cloudbase gerelateerd aan hoogte boven grond, omdat die afhangt van de temperatuur en de vochtigheid waarmee de bel vertrekt. En de temperatuur aan grond is in Ardennen wel een beetje anders dan in Vlaanderen, maar in de realiteit is dat eigenlijk helemaal niet hetzelfde. Want als je in Vlaanderen in het zonneknop op je stoel zit en je zit in Wallonië in het zonneknop op je stoel, zal de temperatuur grosso modo hetzelfde zijn. En dus die bel die vertrekt met ongeveer dezelfde karakteristieken. Alleen vertrekt ze in Wallonië 200 meter hoger dan in Vlaanderen. Of 300 of 400. En dus zal ze ook 200 of 300 of 400 meter hoger stoppen. En als je nu een cross doet van Fumé naar Co, dan zal zich dat vooral uiten door het feit dat als je in Co omhoog gaat, op het relief van de Hoge Venen, dan zul je ook zien dat Cloudbase mee omhoog gaat. En dat geldt niet alleen in het vlakland, dat geldt ook in de bergen. Hoe hoger de berg, hoe hoger de wolk die boven de berg hangt. Gedurende de dag gaat Cloudbase ook altijd omhoog. Dat is gewoon de temperatuur stijgt gedurende de dag. Je condensatiepunt blijft hetzelfde, maar je temperatuurscurve stijgt mee naar rechts. En dus zal dat langer duren voordat die twee curves elkaar tegenkomen. Want hoe warmer dat wordt, hoe droger, relatief gezien, de luchtbel die stijgt. En dus zal Cloudbase gedurende de dag stijgen. Verder hangt de Cloudbase vooral af van de luchtmassa. En dat hebben we uitgebreid besproken in de andere tools, hoe dat je uitgebreid kort besproken, hoe dat je daar meer info kunt overhalen. Maar het maakt het dus wel gewoon van te kijken in een tool dat voorspelt. Ik vind TopMeteo is gemaakt in de bergen. Het is van een kerel in Grenoble. Maar ik vind TopMeteo een totaal drama in de bergen. Ik vind het vooral goed voor vlakland. Ook al is het eigenlijk gemaakt in de bergen en misbruiken we het in het vlakland. In de bergen kijk ik zelf naar de MHM om een idee te krijgen van de Cloudbase. Grondinversies. Voorspellen is moeilijk. Omdat dat wat afhangt van de luchtmassa, vooral. Dus de nachtelijke uitstraling is belangrijk. Als het bewolkt is, is het veel minder rap een nachtinversie krijgen om niet zo fors kan afkoelen. Dat is vooral kunnen we ijsdagen die we achter ons hebben. Dagen dat het bewolkt was, wordt het veel minder koud dan dagen dat het niet bewolkt is. En dat is gewoon als het niet bewolkt is, kan er veel meer uitstraling naar de ruimte gebeuren en dus daalt de temperatuur aan de grond veel fors. Voor de fruittelers is het verschil tussen een bewolkte nacht of een open nacht. Het kan het verschil zijn tussen de helft van de appelen kwijt door vorst in mei of geen vorst. Hè. Dus het moet sowieso hangt heel fors af van de bewolking. De warm of de koude luchtmassa. Dus wat je eigenlijk wilt is een topdag wil eigenlijk geen nachtelijke inversie moeten oplossen, want dat is wachten. We wachten totdat de zon die curve, een nachtelijke inversie wil zeggen dat die temperatuurcurve van onder zo'n bochtje naar zo ligt. Hè? En de zon warmt die op, warmt die op, warmt die op, warmt die op, totdat die schuin ligt en dat je kunt beginnen vliegen.
Maar dat is allemaal verloren wachttijd. Hè. De enige manier om dat te vermijden, en dat is een voordeel, dat is met koude lucht, maar dat is als je gedurende de nacht een constante aanvoer hebt van koude lucht. En zo'n koude, slash verkouderende lucht, dat die zal sowieso gebeuren. De curve zal sowieso zo gaan liggen. Maar als de curve dat daarboven ligt constant meeplooit omdat de aanvoer van koude lucht er is, dan kunnen ze morgens opstaan en onmiddellijk beginnen vliegen. En dat is wat we gehad hebben die dag dat we BAPO hebben gedaan in 2019, was dat dan zeker? Dat we die BAPO manche hadden, dat ik 250 kilometer heb gevlogen. We waren on-site om 9 uur en om 9:15 waren er al cumulussen. Er was geen grondinvers, er was geen nachtinvers, er was niks. We begonnen onmiddellijk te werken, de eerste zonstraal paf en we zijn 2 uur te laat gestart. Dat is een van de lessen die we toen genomen hebben. Dus dat is grondinversie. En de vraag was ook, kunnen we grondinversie voorspellen? Maar grondinversie heeft niks te maken met inversielagen. Het zijn 2 totaal verschillende dingen. Enfin, dat is alle 2 een inversie van de temperatuur natuurlijk. Maar inversielagen hoger op in de lucht, die krijgen niet door uitstraling. Die krijgen door subsidentie en luchtmassa's. Excuseer, die te lang ter plaatse blijven liggen of die fors opgewarmd zijn. Of bijvoorbeeld een luchtmassa waar dan een andere warme luchtmassa overheen is. Makkelijk gebeuren in de Alpen. Dus dan bij een koude luchtmassa in het valleisysteem en er komt een warme luchtmassa bovenop liggen, dan wordt er gewoon bovenop gelegd en dat is een Irish koffie. Hè. Die room ligt er ook bovenop. Die lucht is lichter en die blijft er bovenop liggen. Bon, pech. Meestal kun je die zien. Kun je dat niet echt voorspellen. Kun je naar de emmagrammen kijken. Nee, inversies zie je heel duidelijk in de emmagrammen. En de emmagrammen worden voorspeld. De grootte van cloud coverage voorspellen, vond ik een beetje een moeilijke vraag. Als iemand daar nog dieper wilt op ingaan, als we dan hebben over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan gaat het opnieuw over de vochtigheid van de lucht aan cloudbase. En het vochtigheidsprofiel in de hoogte, dat je nou juist besproken hebt, hoe sterk dat die, als de vochtigheidscurve, de temperatuurcurve raakt, dan is er condensatie. Dus dan worden er cumulussen gevormd, überhaupt. Als die elkaar niet raakt, worden er geen cumulussen gevormd. En dan de hoeveelheid wolken, die hangt natuurlijk van veel meer. Dat hangt ook af van de instabiliteit van de lucht die onder de ground zit. En van het feit dat er veel wind is of weinig wind. Want als er weinig wind is, worden er minder bellen losgemaakt. Als er meer wind is, als het plafond lager is, zijn er meer bellen dan als het plafond hoger is. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus hoeveel echte cumulus dat er echt zullen zijn, dat kunnen we alleen maar kijken naar de voorspelling en hopen dat die computer dat juist berekend heeft. Ik kan dat niet voorspellen. Er zijn ook regels voor. Hè. Maar dat is een van de dingen die ik gewoon loslaat. Dus we zullen het wel zien. We kijken naar topmeteo en we zien waar het schip strandt. Omdat ik niet kun niet alles proberen voorspellen of bijhouden. In welke mate heeft de meteo invloed op thermal triggers? Nou, ik ga het een beetje proberen kort te houden wat vooruit gaan. Hè, want, als je een koufront hebt na een lange warme periode, zul je makkelijker bellen vinden voor grond met een grote warmtecapaciteit. Omdat die nog warmte van de voorbije dagen aanwezig heeft. Als je een vliegendag hebt na een lange regenperiode, dan moet je op zoek gaan naar stukken grond die snel drogen. Want er zullen stukken grond onder water staan waarboven zich geen thermiek kan ontwikkelen. Een helling bijvoorbeeld droogt veel sneller natuurlijk dan een kom in het vlakland waar daar water in staat. Dus dat zijn dingen waar je kunt op letten. Maar in het algemeen zou ik zeggen, ligt daar niet van wakker. Een goede dag gaat overal omhoog. Punt. Letterlijk. En er zijn heel veel mensen, het gaat slecht vliegen, het heeft gisteren geregend. Echt compleet een bullshit. Hè? Of het goed of slecht gaat vliegen, hangt af van de luchtmassa die je krijgt. En dat kan gisteren nu gegoten hebben. Als je een goede luchtmassa krijgt, dan zal het vandaag goed vliegen. Dus laten we daarvoor niet te veel afleiden. Als je een goede luchtmassa krijgt, gaan en vliegen. Invloed op de thermiek, belkolom. Heel moeilijk, ik heb er een paar gedachten over bij elkaar geschreven. Stabiele dagen zijn vaak turbulenter dan instabiele dagen. Instabiele dagen geven aanleiding tot ontwikkeling van mooie sterke bellen. Die hebben misschien wel een sterke rand, waardoor dat je een stevige tangage krijgt als je de bel binnenvliegt. Maar een keer dat je in die bel zit, gaat die gewoon knoerten omhoog van beneden tot helemaal boven klaar. Vaak op stabiele dagen vliegt een belletje binnen, dat geeft je 50 meter omhoog, dan vliegt er weer de bel buiten, dan komt er weer een nieuw belletje binnen, dan gaat weer 20 meter omhoog, dan weer 5 meter naar beneden. En je zit zo'n hele tijd in een hoop heel slecht georganiseerde lucht te vliegen, omdat alles stabiel is.
Dus het is zeker niet zo dat instabiele, sterke dagen per se turbulente zijn. Ik zou zelf zeggen in het tegendeel. Toen ik in Frankrijk 450 kilometer verloor, dacht ik vanzelf. Dat is totaal niet turbulent. Super, super aangenaam vliegen. Hoe beter de dag, hoe beter georganiseerd een dag en vaak ook hoe minder turbulent. Meer wind maakt meer bellen los, dat hebben we al besproken. Lager plafond, de bellen liggen dichter bij elkaar. Dus dat is wat ze zeggen. Het is heel moeilijk om dat in een fysische wetmatigheid te gieten, maar er wordt nu beweerd door mensen met ervaring dat als het plafond lager is, er meer bellen zijn. En dat klinkt natuurlijk logisch. Dat klinkt alsof dat kan kloppen. Ik kan het zeker niet tegenspreken. Maar het is natuurlijk ook zo, als het plafond lager is, heb je meer bellen nodig en dus zijn ze gemotiveerder om ze te gaan zoeken en misschien komen ze daarom wel rapper tegen. Hè? We gaan even voort. Dus dan, ik weet natuurlijk, dus wat je dan misschien echt wel weet, is de zittenkeuze. Maar de zittenkeuze, ik kan er geen vijfzinnige woorden over zeggen. De zittenkeuze in België, het allerbelangrijkste is gewoon de wind. Hè. Dus, een keer dat je al de rest hebt doorlopen en je bent overtuigd dat het een goede dag is, kijk je gewoon naar de wind. En je maakt een tabelletje met alle sites en je weet in welke windrichting die werken. Dus noordwest tot noord kunnen naar La Roche of naar Borin. Noordoost kunnen van noordwest tot noordoost kunnen naar Rochefort. Van zuid tot noordwest kunnen naar Caux. En in zuid tot zuidoost kunnen naar Revin. Ik bedoel, het staat gewoon op internet. Het staat er gewoon bij in het donkergroen, in het lichtgroen, waar je kunt gaan vliegen. Er komt een klein beetje ervaring bij of kennis van de site. Dat kun je vragen aan andere mensen. Maar sitekeuze laat eigenlijk, als je puur om het vliegen gaat, alleen afhangen van de windrichting. Als het gaat over een XC-plan, dan laat dat ook nog afhangen van de airspace, omdat die zeer belangrijk kan zijn voor de keuze van uw site. En uw persoonlijke voorkeur en uw rijafstand. Caux en Revin, Fumé. Elke dag dat je in Revin en Fumé kunt gaan vliegen, kun je eigenlijk ook in Caux gaan vliegen. Dat is een zuid- en een west-site, Revin en Fumé, en een zuid- en een west-site, Caux, zuid- en Caux-west. En waar je gaat vliegen, de meeste mensen denken dat gewoon vanaf waar de stichtst bij wonen. En het is geen gegeven wetmatigheid wanneer dat Caux beter gaat werken dan Revin. Soms geven ze wel meer spread out over Caux, omdat Caux op de Hoge Venen ligt en dus het hoogst gelegen is. En als het dus op trendje boord is van we gaan spread out krijgen of geen spread out, ja, dan kun je misschien beter naar Revin en Fumé gaan, want het is daar iets lager. De levels zijn daar 100, 200 meter lager en dus je hebt wat meer ruimte en dus iets minder overontwikkeling. Gebeurt wel eens. Kun je gemakkelijk zien in de voorspellingen. Top Meteor heeft dat gewoon aan. En tekenen die een buitje op de Hoge Venen, dan weet oké. Okay. Hoge Venen, terwijl starten en wegwezen en in Duitsland gaan vliegen, of als we te lang op de site blijven, gaan we misschien regen krijgen. Borin wordt nu belachelijk veel gevlogen en gebruikt als de cross-site. Maar dat is vooral omdat Paul en Wim daar vlak in de buurt wonen. En dat Paul en Wim altijd Borin gebruikt hebben om een kortvlucht te doen. En daardoor gaat iedereen daar vliegen. Moesten Paul en Wim naast La Roche wonen, dan gingen we allemaal in La Roche vliegen. Daar ben ik zeker van. La Roche is eigenlijk een betere site dan Borin. Het is hoger. Het heeft wel niet zo'n goede vlakte ervoor. Het is niet per se een betere site. Maar ik kan maar zeggen, zeker op goede dagen kunnen we overal gaan vliegen. Er zijn dagen dat we op al onze sites vliegen. Het is vooral belangrijk dat je alle sites leert kennen, zodanig dat als de goede dag daar is, dat je de site kent en weet hoe en of waar dat je daar kunt uitklimmen. 9 juni 2020. Toen dan 417 kilometer gevlogen of zo, per ongeluk. Het is een beetje per ongeluk. We waren ook niet per se. Ik ben daar natuurlijk naartoe gereden met het idee om zo lang mogelijk afstandsvlucht te doen. Ik had mijn airspace voorbereid tot 500 kilometer. Omdat, en dan een belangrijk tip is dat je toch altijd, kijk, als je 50 kilometer kunt vliegen, kun je ook 150 kilometer vliegen. Dat is hetzelfde trucje, gewoon 3 keer langer. Dus echt, je kunt dat, je hebt die capaciteiten. En Martijn heeft dat ook gezegd, toen we naar zijn voorstelling zijn geweest. Als je 100 kilometer voorbereidt, dan bereid je 250 kilometer voor. 250 kilometer is hetzelfde trucje als 100 kilometer vliegen. Dat kan iedereen, dat hangt gewoon af aan de dag. En zelfs Martijn Morlet zegt ook, ik kan ook niet voorspellen wat 100 of 200 kilometer gaat zijn een dag. Er is bijna niemand die kan zeggen of wat hij een dag, vanaf dat hem 150 kilometer goed is, of wat hem 150 kilometer goed is, of 450 kilometer goed, dat is echt, echt heel moeilijk uit te spreken. Dus we zaten een dag daarvoor in Rochefort, in de regen, op de start. Ik was aan het bellen met Philippe. Broers, even aan het overleggen waar we nog gingen vliegen. Ja, het is slecht weer, het begint hier te druppelen, ik moet naar de auto, lalala. En dan, daarna hebben we dan eens naar de meteo gekeken. Ik zeg, die meteo, dat ziet er hier toch... het is misschien... schatje, kijk nu eens, daar in Frankrijk, dat ziet er misschien toch uit. Hier gaat regenen, het wordt hier allemaal niks. Daar gaat er misschien toch iets worden. En dus, Philippe, Mal was ook in de call, ik nog eens... Dat had daar gezegd. Dus ik stuur daar. Ik ben naar Martijn Morlet, zijn voordracht geweest in maart
2019 of zoiets, denk ik. Dus je ziet, dan had ik een bericht gestuurd om een vraag te stellen over een radio, bla bla bla. Ik dacht, het is toch altijd handig dat we met die mensen een Facebook Messenger relatie hebben, nietwaar? Nou, dus een jaar en 3 maanden later heb ik een tweede bericht daar naartoe gestuurd. Ik zeg, om 12:15, ik zeg, Martin, zeg, zie jij dat misschien, heb jij misschien intentie om morgen te gaan vliegen in Geoffroy of op Plan Hotel? En hij antwoordt daar, ja, la 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 la, maar je kunt ook gaan vliegen in Osma of Les Deux Amants of Barneville. En anders moeten we maar eens kijken op de site van de Franse Federatie om te kijken of je nog sites vindt waar je wilt gaan vliegen. Zo. Dus het is niet zo, hè, je wordt niet gebeld door een goede piloot die nu gaat uitleggen dat morgen het moment is om te gaan vliegen. Ik niet, en zeker niet door Martijn Morlet. Zo'n 12:15 zijn we in de auto gestapt en we beginnen rijden. Ik heb niet veel gereden, ik heb veel voorbereid. Ik heb dan nog gestuurd. Ik zeg, by the way, je mocht altijd iets laten weten als je beslist hebt waar je gaat vliegen. We zijn altijd geïnteresseerd. Hè. Geen antwoord niet meer. S'avonds zit er nog. Ja, sorry, maar ik zit waarschijnlijk vast op het werk, dus ik kan u niet meer geven. Je kunt nog kijken op Facebook en anders. Veel succes, hè. Ja, oké. Okay. Dank je, Martijn, voor de hulp. Dus, ja, maar met jouw analyse gedaan. Wij stonden op de start. Om 8 uur of zo waren wij ter plaatse op de parking. Lege parking. Koffie gezet. De koffie was nog niet doorgelopen. Vier auto's gestopt en 12 piloten uitgestapt die allemaal 7 zeer korte woorden met ons gemeld hadden en onmiddellijk aan de start waren gelopen. Dus in het begin was het van, ze zijn weer nu verkeerd. Maar dan, ja, het is meestal ik mega van volk, dus oké, rap geet. Naar de start en we waren een kwartier op de start of zo aan het uitpakken en Martijn Morlet komt daar gewoon de start op gewandeld met een brede smile op zijn gezicht. Oh, ik zie dat je toch de goede site gevonden hebt. Sympathieke geste. Ik zeg het allemaal alleen maar voor hetgeen dat ik eerder in het begin van de presentatie heb gezegd. Je moet je eigen meteo-analyses maken. Want iemand anders zal ze voor je maken. En de kans is ook heel klein dat iemand u het zal uitleggen als de dag daar is waar dat je moet zijn. Want de sites zijn al niet groot. Ik probeer, als iemand mij vraagt, zeg altijd heel eerlijk waar ik ga vliegen. Maar ik amuseer mij ook niet mee iedere vrijdagavond de meteo-analyse te doen. En aan iedereen uit te leggen waar we moeten gaan vliegen. Want dan krijg ik 25 vragen terug in mijn. Daar heb ik er meestal ook gewoon geen tijd voor. Dus je moet je eigen. Je moet leren daarin zelfstandig zijn. Zeer, zeer belangrijk. Wat heb ik nog over van die dag? Jeff Tielemans, goede vriend, heeft s'avonds wat screenshots in Word geplakt. Terwijl de vlucht natuurlijk al een beetje commentaar en de mensen naar door aan het vliegen waren. Dus deze zijn eigenlijk dat zijn de satellietbeelden van de dag zelf. Hè. Straks gaan we ook nog wat kijken naar de voorspellingen die de topmeteo had gedaan. En we zijn dus ja, de rode lijn afgevlogen. Hè. Het enige wat je hier moet zien, is dat er een hele smalle corridor is van goed weer. Deze, want hier is slecht weer en hier is heel slecht weer. Die daar wel... hebben we niks vroeger? Jammer. Dat is 2:30 PM. Die is zeer vroeg in cumulussen getrokken. Over een heel lang circuit rechtdoor. Het enige nadeel is dat er hier in het zuiden van Frankrijk onweersbuien waren. 'S ochtends en 's middags. 3:15, nog mooier. En 6:30 s'avonds, het slechte aan de dag, je ziet dat om 6:30 s'avonds eigenlijk nog steeds een hele corridor in cumulussen zit. Hier misschien wel een klein beetje te veel spread out om goed te zijn. Maar je ziet ook dat hier de streek rond Bordeaux waar we geland zijn, er eigenlijk een soort van stabiliteit is waarin dat de cumulussen oplossen. En dat is de reden dat we geland zijn 1 uur voor zonsondergang. Dus, of 1,5 uur voor zonsondergang. Dat is jammer, dat heeft de heren het Europese record gekost. Dat was ook die airspace-overtreding natuurlijk. Wat maakt het die dag zo bijzonder? Het belangrijkste om een echt goede recorddag te hebben, is dat hem heel vroeg begint te werken. De meeste dagen slagen we de wereldrecords worden gevlogen in Brazilië. Vooral omdat ze in Brazilië, alleen maar eigenlijk omdat ze in Brazilië een vluchtwindow krijgen van 12 uur. Ze kunnen namelijk om 6, 7 uur 's ochtends werkt de thermisal en het werkt tot 6, 7 uur 's ochtends als de zon ondergaat. Dus het is dicht bij de evenaar, 12 uur zonlicht. Maar ieder uur aan die 12 uur kunnen ze gebruiken. En dat is vervelend. En eigenlijk moeten wij beter kunnen doen. Want wij hebben 16 uur zonlicht op 21 juni. Alleen werkt het bij ons vaak zo vroeg niet. Waarschijnlijk omdat de zon niet hoog genoeg aan de hemel staat. Maar dus de echt goede dagen worden gekenmerkt door het feit dat ze zeer vroeg beginnen te werken. En hier zie je de wolkeninschatting door Topmeteo. Om
Moet ik even twijfelen. Het zal 12 uur zijn, want in juni zitten we op zomertijd en in zomertijd zitten we 2 uur voor op UTC. Niet waar? Dus 12 uur is redelijk laat natuurlijk, maar je ziet om 12 uur is alles al in cumulussen getrokken. Hè? Maar deze zijn de goede soort cumulussen. Die soort cumulussen met dat geel en dat ding, dat is cumulus spread-out. Dus dat wil zeggen, hier is het eigenlijk veel te veel bewolkt. En alleen hier is het goed in die corridor. En de rest van de voorspelling, dus dat is 16 uur, nog steeds één lange corridor van cumulussen. Maar je ziet ook hier beneden die overontwikkeling ten zuiden van Bordeaux. 19 uur 's avonds, nog steeds een hele corridor met cumulussen over ons volledig parcours van noord naar zuid. En dat is eigenlijk wat dat die een dag zo bijzonder goed maakte. Dat er van zeer vroeg 's ochtends perfecte cumulussen gingen zijn. En dat de wind recht in de as stond van waar we moesten zijn. Met een basis die laag was, maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Mogelijk helpt ons dat zelfs, maar de hoogte van de basis, de cloud base is de minst belangrijke parameter. De wind stond exact in de goede richting, stond goed op de start, waardoor dat we een goed moment konden starten, en het was van zeer vroeg thermisch actief. En dat is eigenlijk echt de enige belangrijkste parameter, dat het van zeer vroeg thermisch actief is, zolang dat we zo vroeg mogelijk kunnen starten. 9 uur, 9:15, 9:30 waren er al cumulussen. En we zijn pas gestart om 10:30. We waren eigenlijk allemaal te laat. We zijn allemaal een uur te laat gestart. Ik heb natuurlijk die Fransen voorrang gegeven. Ik was nog nooit op die start geweest. En we waren allemaal grote bekende mensen. Dus we hebben ons braaf in het rijken gezet en niet voorgedrongen. Maar ik ben nog gestart. En Martin Morlet juist naast mij. En Carlin is 2 minuten na mij gestart. En heeft dat betaald met beneden te landen op het eilandje in de rivier. Omdat de cyclus voorbij was. Dus zelfs als ik naar zo'n site ga, moet je nog heel voorzichtig zijn met te beleefd te zijn. Maar als je nog te beleefd bent, kunnen alsnog aan de grond staan. Die dag was er 50 man on-site. We zijn met 15 of zo uitgeklommen. 20 misschien. En na 1 uur of 2 uur waren er nog 5 mensen van over. En de rest was eigenlijk al geland. Door de complexiteit van een airspace rond Parijs. Dat is een rand gegeven natuurlijk. Hè. Deze is 6 uur s'avonds. UTC, sorry. Dus 8 uur s'avonds. Het moment dat wij ook geland zijn ongeveer, ik weet niet meer exact de landingstijd. En je ziet ook dat op dat moment eigenlijk het allemaal al een klein beetje uit elkaar aan het vallen. Je ziet dat de cumulussen beginnen op te lossen en dat is exact wat er gebeurd is. Dus ik heb de laatste cumulus nog gepakt en op glide gegaan en de volgende cumulus is voor mijn neus uit elkaar gevallen en dag was gedaan. Zeer plots gegaan. Ik heb er veel te onvoorzichtig, veel te enthousiast geweest. Dat was dom natuurlijk, maar ja. Mens leert maar 1 keer. Die Fransen waren traag bezig. Ik dacht, let's go, het vliegt hier goed. Ik heb een +2 in de cloudbase gepakt en ik dacht, we vliegen wel en we zien wel, zoals ik al heel de dag deed. En toen was een dag voorbij. Dat is ineens gedaan. Een plots einde aan de dag. Wat doet TopMeteo nog? TopMeteo doet een soort inschatting van de capaciteit van de dag. We hebben straks gezien. Dus je zag dat België in deze kleurken lag. Dus dat is de voorspelling van TopMeteo voor die dag. En dan zie je opnieuw die hele smalle corridor waar we die dag in gevlogen hebben. Die wel zeer donker ingekleurd wordt natuurlijk. Distance Daily, het doet er allemaal niet toe. Hoe donker het kleurken, hoe beter. Die pijltjes geven de wind aan en de kwaliteit van de dag. En dan hebben we de chance dat we juist in deze corridor hebben kunnen vliegen. Met dank aan TopMeteo. TopMeteo wint wint op 1300 meter. Dat is eigenlijk cloudbase voor het grootste deel van de dag. En dan zie je dat hij gewoon perfect in onze rug stond. En je ziet dat hier wel niet goed, maar dus hier is Parijs en hier ligt Geoffos. En eigenlijk 50 of 75 kilometer van de zee. En eigenlijk als er hier wordt gevlogen, vliegt er eigenlijk altijd in luchtmassa's die van over de Noordzee binnengekomen zijn. Aan land zijn. En als die aan land zijn, dan instabiliseren die door de temperatuur van de grond. De bellen beginnen te werken en je stapt aan boord en je vliegt weg. Zo doen ze het in Brazilië, zo doen we het in Geoffos, zo doen we het uiteindelijk ook in Borin. Dat zijn de startplaatsen die je om die lange vluchten te doen. Zelfs in Kooi, uiteindelijk Kooi is een beetje verder van de zee, maar uiteindelijk is dat ook nog altijd gewoon maritieme lucht die daar binnenstroomt, tot aan de Hoge Venen en daar omhoog gaan en kunnen in de lift stappen en vertrekken. Ja, er is nog wind op hoogte. Hoge drukprofiel. Niet mijn persoonlijke favoriet van kaart, maar je ziet hier de Azoren, het hoge drukgebied van de Azoren. En je ziet dat het hoge drukgebied van de Azoren noorden
De kern ligt nog wel hier, maar er is hier een heel belangrijke uitloper die dat zich uitstrekt over de Britse eilanden en die ervoor zorgt, dus we weten of we zouden moeten weten, hè. De wind vertrekt vanuit een hoge drukgebied, stroomt daaruit weg. Door de Corioliskracht pakt hij een bochtje naar rechts, waardoor het eigenlijk rond het hoge drukgebied draait. En dus de lucht die we hier gekregen hebben, die komt vanuit die bronregio hier over de noordelijke Noordelijke Noordzee. Pakt hier dat bochtje naar binnen, pakt die vochtigheid op over de Noordzee en is dan binnengestroomd over land om ons naar het zuiden van Frankrijk te begeleiden. Dat is het ideaal scenario. In West-Zuidwest kunnen we dat ook wel trekken, maar dan moet dat toch ergens helemaal anders liggen. De meeste topdagen die ik gevolgd heb bij ons, en dat is natuurlijk omdat we een goede Noordzee te hebben, is altijd mijn lucht die is binnengestroomd over de Noordzee. Maar ja, ik heb daar helemaal over geslagen. Frontanalyse. En de vraag dat erover was ook, hoe kunnen we die miserie zien die op vrijdag nog binnenkomt? De miserie die op vrijdag nog binnenkomt is een front natuurlijk. De fronten worden weergegeven in frontenkaarten. Frontenkaarten gebeuren op basis van de analyse van de drukvelden door weermannen. En een front is bijna, de meeste fronten zijn geassocieerd met indeuken in de drukvelden. Dus je ziet hier dat koufront liggen. Dat ligt hier gewoon omdat er hier een deuk ligt in dat drukgebied. Hè. En zo worden die fronten ingetekend. Maar je moet niet zelf die fronten intekenen. Daarvoor hebben we ook websites uitgevonden. Er zijn twee bekendste bureaus die de frontenanalyses maken voor Europa, is de UK Met Office, ga weg. Die toont u welke fronten er komen. Dus die witzakkerij die we vrijdag nog, donderdagnacht, slash vrijdag binnenkomen, dat is dit dubbel koufront met een klein stukje occlusiefront en hier nog koufront. Zie je dat? En dat is eigenlijk, is dit, zeg maar dat februari is, maar het is een perfecte situatie, want zo'n heel langgerekt koufront, dat eigenlijk alle lucht cleart boven Noord-Europa. En daarna opgevolgd wordt door het Azorenhoog, dat doorduwt naar de Britse eilanden, is de perfecte situatie om een topdag in de kaart te steken. Maar dat koufront moet natuurlijk wel gepasseerd zijn. En een dag met een front is altijd miserie om te vliegen. Dan moet je niet gaan vliegen, dus je moet gewoon wachten tot dat koufront verdwenen is. Anderen die dat ook doen, dat zijn de vrienden van de KNMI. Maar die hebben een hele slechte site, dus je moet KNMI weerkaarten intikken en dan kunnen we daar recht naartoe gaan. Die doen dezelfde soort analyse, maar die site is een beetje, je kunt daar niet zo gemakkelijk in doorklikken. Ik ben precies de enige die dat graag wil doorklikken. Maar je ziet dat hun analyse licht anders is. Ze hebben hier ook koufront, maar zij vinden hier dat er een groter warmfront is. Oké. Okay. Dat dan toch nog vertaald in een koufront, net zoals bij de andere, van is in een koufront van Stockholm tot voorbij Madrid. Hè? En daarna gevolgd door de hoge druk die zich komt installeren en zorgt voor goed weer. Dus dat is de perfect crime. Meer willen we niet. En dan stroomt de lucht hier langs de noordflank van dat hoge drukgebied binnen om ons van instabiele lucht te voorzien. Kunnen we nog eens een eindje gaan straalstromen, maar dan moeten we echt Rick aan het woord laten, want ik weet er zelf te weinig van. Ik heb wel in dat boekje van de Fransen nog eens gelezen dat we dus op dat we idealiter, dus dat is hier de geopotentiaalhoogte op 500 hectopascal, echt niet van wakker. De straalstroom zorgt voor een stuk voor de scheiding van de luchtmassa's. En als die een uitstulping naar boven maakt, die je hier ziet, dan zitten onze beste vliegomstandigheden eigenlijk op de rechterflank van die uitstulping naar boven. En waarom is dat? Natuurlijk vooral omdat we gevoed worden door die noordelijke luchtmassa's die daar langs hier terug naar beneden stromen. Terwijl als je hier aan deze kant ziet, van die uitstulping naar boven, dan zullen we veel meer aanstroom hebben van zuidelijke luchtmassa's die daar ons veel minder goed weer brengen. Maar als je net op de scheidingslijn zit van een transportband die van het noorden naar het zuiden gaat of van het zuiden naar het noorden gaat, dan kan dat een heel groot verschil maken voor je vliegcapaciteiten. En als je nu een koufront hebt, bijvoorbeeld omdat je hier in je koude band terechtkomt, maar dat ook drukgebied schuift direct te veel naar links door, waardoor dat je onmiddellijk in de stabiele lucht terechtkomt die daarachter zit en uit het zuiden naar boven duwt, dan is je goede vliegdag direct om zeep. Dus je moet echt altijd goed je ogen in de lage drukgebieden in de gaten houden en de brongebieden van je luchtmassa. En je ziet hier
Ik moet me nog herinneren dat ik af en toe kom, zet ons even in de kou, maar onmiddellijk daarna wordt het eigenlijk terug warmer. Dus alleen zaterdag zitten we in de koude luchtmassa, zondag ligt dat 0 graden niveau al opnieuw op 2200 meter. En je ziet, dat is gewoon omdat wij hier veel te dicht in de buurt van al die warme lucht blijven zitten. Dus dat is die uitstoping van koude lucht, die komt ons zaterdag even bonjour doen, maar daarna is die onmiddellijk terug weggeduwd. En ik vrees dat dat vliegcapaciteit van het dagelijks weekend zal verslechteren. Dit is de voorspelling van topmeteo voor vrijdag van een paar dagen geleden en voor zaterdag. Dus vrijdag waren we nog wat optimistischer over dat front. Je ziet dat dat front hier weg is. Nu zit dat front hier wel in de tekening, dus omdat dat front een klein beetje verschoven is. Dus als je zo een koufront hebt dat doorkomt, de exacte timing van het doorkomen van dat koufront kunnen ze niet exact voorspellen. En dat verschuift meestal, dat kan altijd een paar uur naar voren of een paar uur naar achter gaan in de tijd over wanneer het juist passeert. Dus dat moet je gewoon dat moet in de gaten houden tot een dag van tevoren, want dan gaan ze pas exact weten wanneer het dat koufront gaat passeren. Maar passeren zal het, daar zijn we 100% zeker van. Ja, en dan heb je nog de verschillende... Dus die hemagrammen die zijn allemaal een klein beetje anders. Ik heb jaren gewerkt met die van Weather Online. Ik vind die nog altijd duidelijk. Wat je hier ziet, was een goede dag voor een goede voorspelling. Hè. Nu is dat minder geworden. Dus dat is de ideale vochtigheidscurve die je wilt zien voor een goede dag. Vochtigheid die aanleunt tegen de temperatuurscurve op Cloudbase. En dan onmiddellijk... Forst naar links afbuiten wil zeggen veel droger wordt, zodanig dat boven Cloudbase er alleen maar blauwe lucht is en geen wolken. Zodanig er veel zon naar het aardoppervlak kan stromen. Hierboven hebben we niks aan vochtigheid. Hier liefst zo droog mogelijk, dat de zon kan schijnen. Maar hier hebben we een beetje vochtigheid nodig of we krijgen geen cumuluswolken. Je kunt een perfecte blauwe dag hebben met fantastische thermiek, maar je weet niet waar het hem zit. Maakt het allemaal wel wat spannender. Het is handiger als er wolken boven de thermiekbellen staan. En Steven, op uw vraag, checkt jij altijd het weer in het seizoen? Ja, ik check gewoon elke dag het weer. Ergens tussendoor, even op de knop duwen. Die zet de schuivende hoge en lage drukgebieden. Dat duurt een minuut. Die bewegen voor mijn neus. Ik moet gewoon kijken. En dan zie je onmiddellijk, het zal zeker niks zijn. Het zal zeker wel iets zijn. Soms de weken aan een stuk gewoon scheid weer. Nou, dan word ik het wel eens beu om te checken. Maar meestal check ik het wel heel de tijd, ja. Ik kan u maar één ding aanraden, houd u niet in. Hè. Ik bedoel, als je, give luck a chance to find you. Dus ik ga mee afsluiten. Als je niet probeert, altijd verloren. En als je genoeg probeert, dan zul je het leren. Daar ben ik heel, heel zeker van. Afhankelijk van uw talent en uw houding over hoe dat je omgaat met failure, zal het langer of korter duren, maar je zult het leren. Daar ben ik echt, echt heel zeker van. Dat kun je ieder weekend dat vliegt zien op de start aan al die oude mannen die al jaren vliegen en die geleerd hebben wat een truc is en die dan nooit landen.